met de politieke leider van de HVB, Raymond Sapoen, spraken wij over de bouw van de DNA-vergaderzaal, welke thans zorgt voor heel veel kritiek, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Wordt er hierop gewezen dat men daar verkeerd bezig is, terwijl dan door de minister van Openbare Werken wordt aangegeven dat het hier gaat om beleid vanuit Suriname en dat buitenlanders daarop in feite niets moeten zeggen. Ook de bouw van de renovatie van de Tutelifo-markt, die heeft er gezorgd voor de nodige kritiek uit de samenleving. En met de politiek leider van de HVB spraken wij dus ook hierover. Dit is een uiting, echt een uiting van dorpse politiek, hè? Zoals er in de jaren 60 en 70 werd gevoerd. Want wat we niet moeten vergeten is dat de regering nu al bezig is met het inlezen van dat prentenboekje, toch? In aanloop naar de verkiezingen moet je dan een hele groot prentenboek hebben met mooie foto's van markten, van bruggetjes, van wegen, van gebouwtjes die allemaal nieuw zijn met geleend geld of lastens de begroting. En die worden gezien als grote verworvenheden van deze regering. En wat ons hindert is eigenlijk die koppigheid, hè, die arrogantie van de regering, omdat in dit soort cases, noem maar die bouw van het nieuwe assembleegebouw, die bouw van de markt. Het punt is, wij realiseren ons onvoldoende en de regering daar het meest dat we in een crisis leven, een financiële crisis, waar apothekers hun geld niet kunnen krijgen om medicijnen te kopen, waar ziekenhuizen krap zitten met gebruiks- en verbruiksartikelen, waar kinderen zelf hun tafels en stoelen naar school mee moeten nemen, geen leermiddelen hebben, enzovoort, enzovoort. Kun je dat rijtje eindeloos aanvullen, Ganesh. Alles is belangrijk, maar niet alles kan tegelijk gedaan worden. Politiek betekent keuzes maken, prioriteiten stellen. En dat is dat punt waarmee we enorm veel problemen mee hebben, omdat je ziet dat de regering zich ongestoord gewoon doorgaat, ondanks die maatschappelijke bezwaren vanuit die samenleving, vanuit politieke partijen. En ik vind die vanuit de aannemersvereniging, vanuit die UNESCO-geleden internationaal, vanwege die commitment die we hebben gesloten in het kader van die monumentale, het erfgoed dat we hebben als site, als Paramaribo. En dat je als regering gewoon zegt, nee jongens, we gaan erdoor, niemand kon voor ons bepalen. Het gaat er niet om dat de UNESCO voor ons kon bepalen. Het gaat er wel om dat jij zelf erom hebt gevraagd om op basis van jouw unieke situatie, jouw historisch aanzicht, jouw identiteit te gaan profileren als site gebouwd werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat heeft natuurlijk ook zijn commitments. En wanneer je dus gewoon straal voorbij gaat aan het advies van UNESCO, is dat één, is dat onbehoorlijk bestuur, is crimineel bestuur. En als je nog erbij, en daar praat ik nog niet eens over die miljoentjes die vanwege gebrek aan transparantie nog kleven aan het bouwproject. Maar we praten gewoon over first things first, Ganesh. Welk argument is zo hoog dringend aan de orde gesteld dat je koetekoet een nieuw assembleegebouw in de grond moet stampen? Ik heb geen enkel technisch rapport gelezen vanuit de assemblee of vanuit het ministerie van OW, waaruit blijkt dat het huidige assembleegebouw daar elk moment op instorten staat met gevaar voor mensenlevens enzovoorts. Dat is er niet, toch? We hebben geld geleend bij de IDB om 2 jaren terug opgeleverd te hebben dat mooi gebouw daar te komen voor personeel, administratie, HRM enzovoorts. Dat is een hele grote mijlpaal. Dus er was geen enkele haast om die vergaderlocatie op te kalevateren en te verhuizen in een nieuw pand met 5,5 miljoen prijskaartje dollars. Dus dat is iets dat ons sterk hindert. De regering is niet in staat om de prioriteiten, de juiste prioriteiten te stellen. Gaat voorbij aan die sociale ellende, die verarming die ze heeft veroorzaakt. Maar geeft juist prioriteiten, allerlei showprojecten. Tulifo, daarover is er ook veel te doen geweest. Wie zegt dat daar die marktverkopers en die kopers en die klanten daar zitten te wachten op een markt met airco?
Al ga je daar een fully airconditioned markt opzetten, Ganesh. Die plaats daar twee keer per week is een plaats, dat is een marktplaats van vragers en aanbieders. Ze moeten elke minuut waar ze daar zijn op de markt, vragen ze zich af hoe snel kan ik mijn producten aan de man brengen. Toch, tak asan de pori, tak asan seri, kan ik iets mee naar huis meenemen voor mijn kind als zakgeld. Terwijl die koper zich elke keer, wanneer die koper langs gaat, die standjes, zich zorgen maakt. Ik kan bij een koosband, mijn man bij een metie, dat is te duur. Daarover maken ze zich zorgen. Ze maken zich geen zorgen over of er 20 airco's daar moeten zijn met schuifdeuren en schuiframen. Hetzelfde in die keri. Natuurlijk is dat mooi voor het oog. Maar dat is op dit moment in die financiële crisis waarin we zitten, Ganesh, geen priority. Dus dat is iets wat hinderlijk wordt ervaren, dat de regering toch ongestoord eraan voorbij gaat. En eigenlijk gewoon onbehoorlijk bestuur etaleert naar het electoraat toe. En dat is niet goed, dat is niet goed. Dat betekent dat je niet geleerd hebt van fouten van vorige regerers. En dat betekent dat je niet in staat bent jouw eigen woord, jouw eigen belofte voor meer soberheid, de tering naar de nering te zetten. Echt die belangrijke dingen voorop eerst financieren, daarna volgt de rest. Maar wij doen alsof we zoveel geld hebben. Omdat het geleend geld is van de IDB. We doen alsof we zoveel geld hebben en à la dolbouwen alleen maar om een mooi prentenboekje in te lezen straks en aan het volk te gaan wezen. Hey, dit zijn al die mooie dingen die we hebben gedaan. Terwijl elke dag, markt of geen markt, gebouw of geen gebouw, elke dag jongelingen, verpleegkundigen, ICT-werkers, leerkrachten, het land verlaten. Ondanks dat mooie gebouw dat je straks gaat krijgen. En wat vindt u zelf ervan, heer Sapoen, dat er projecten gefinancierd worden vanuit het kabinet van de president? Nou, op zich is dat geen nieuwigheid natuurlijk. Het gaat erom, de president heeft weer zijn eigen begroting. En u kent die kritiek die daarop volgt, is dat het bijna zo is dat het kabinet, het is niet bijna zo, op bepaalde posten heeft het kabinet van de president veel meer begrotingsmiddelen dan voor andere ministeries. En politiek is het natuurlijk zo dat de president vanuit zijn partij zijn eigen kring, financiële kring en infrastructurele kring, eigen projecten wil gaan financieren zonder overige ministeries om daarmee politiek te scoren. Maar dat is wat ik zei in het begin, het is echte dorpse politiek wat we nog moeten ontgroeien. En helaas, president Santokki is dat nog niet ontgroeid. Kijk, inderdaad, hij zei altijd, en dat heb ik altijd gewaardeerd, hij zegt, we kijken niet naar de komende verkiezingen, maar we kijken naar de volgende generatie. Dus dat zijn twee dingen die niet met elkaar te rijmen zijn. Dus wat dat betreft, het kabinet van de president is eigenlijk die superpower die dwars door alle ministeries heen in staat is met onze belastinggelden ook te gaan verwielen. En daarom is het belangrijk dat het parlement in staat is om ook daar die transparantie, trouwens je hebt de rekenkamer ook daarvoor, om daar die transparantie op te vragen. Wat zou die regering dus nu moeten doen, heer Sapoen, ten aanzien van DNA-vergaderzaal die in aanbouw is? Als het een behoorlijke regering was, als het een regering is die luistert naar het volk, als het een regering is die weet wat er allemaal sociaal, economisch, maatschappelijk speelt, als het een regering is die weet hoe die samenleving denkt, als het een regering is die weet wat die priorities zijn en waarnaar het geld eerst moet gaan, zou de regering nooit beginnen aan de bouw van het nieuw parlement. En dat moet verschuiven naar betere tijden. En eigenlijk vind ik het ook jammer dat de oppositie zich niet daarop heeft vastgebeten. Ik heb een verklaring gezien van de NDP en daarmee is de kous af. De mensen hebben toch niet geluisterd. De mensen gaan gewoon door met het werk. Maar ik denk dus dat er meer druk moest worden uitgeoefend op de regering om te zeggen, jongens, liever ten dele gekeerd dan ten halve gedwaald, of hoe het spreekwoord mocht luiden, het is niet te laat. Ga kijken naar jouw ziekenhuis, ga kijken naar jouw scholen, ga kijken naar jouw ondernemers die nog geld moeten ontvangen.
5,5 miljoen blijft veel geld in deze crisis. Maar we merken dat bepaalde organisaties, los van de aannemersvereniging, maar we merken dat ook andere organisaties toch wel vrij stil blijven rond de kwestie DNA-vergaderzaal. Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat in de afgelopen jaren dingen die normaal in een fatsoenlijk land moeten worden afgekeurd, zo worden gebracht dat ze haast als iets normaals worden beschouwd, nou, toch? Mensen gaan ervan uit van, ja, die mensen gaan toch ongestoord verder, al ga je 100 keer protesteren, de man doet arki niks, de man doet, zei de man wani, ze gaan rustig door. Dus welke zin heeft dat? Maar dat is eigenlijk een verkeerssignaal, omdat je daarmee de regering weer vrijbrief geeft om een volgende keer weer met zulke capriolen te komen, omdat ze weten, hey, je kunt nog zoveel kritiek hebben online, social media, persconferenties enzovoorts. Maar ik heb de macht in handen. Ik heb die begrotingsmiddelen. Dus ik kan doen wat ik ermee wil. Dus dat wordt nou als iets normaals beschouwd. En vandaar dus dat je nou ziet dat mensen die helemaal gevangen zijn in die de-struggling elke dag, niet meer willen praten over dit soort dingen. Omdat ze ervan zeggen, hey, was moet tactelijk te mara. De mensen gaan rustig normaal. Ik wacht op de verkiezingen, dan moet leer de man. Dus zo heb je organisaties en personen die denken over dit soort activiteiten.